Welkom bij de tweede video van Belekker Tools. In de vorige video hebben we het aandeel Disney behandeld. Die video werd erg goed beoordeeld, erg goed bekeken. Dus in deze video gaan we een nieuw aandeel bekijken. Via mijn Instagram vroeg ik jullie welk aandeel jullie graag wilden zien. De meeste stemmen waren voor Apple. Maar laat ook vooral weten welk aandeel jij wilt zien in een van de volgende video's. En doe dat via de reactie onder deze video. Maar in deze video dus het aandeel Apple. Dus laten we snel beginnen. Apple, een bedrijf dat denk ik iedereen wel kent en dus hoef ik geen introductie te doen van welke producten ze verkopen of wat vertellen over het bedrijf. Laten we eerst vooral gaan kijken naar de omzet van Apple. Hier zien we de omzet op kwartaalbasis. Um, dit is data, deze grafieken wil ik trouwens ook binnenkort gaan toevoegen aan Belegger Tools, zodat je meer inzicht hebt... Uh, welke onderdelen van de omzet is er? Dit zijn dan de dus segmenten, zoals bijvoorbeeld de Mac-computer, services, de iPad of de iPhone. Maar denk ook zeker bijvoorbeeld op geografische basis hoe de omzet verdeeld is tussen Europa, Amerika en China bijvoorbeeld. Maar kijken we ten eerste naar deze data dus, en deze is op kwartaalbasis, dan zien we duidelijk dat het, uh, het kwartaal waar de kerst in valt, waar de feestdagen in vallen, het belangrijkste zijn voor Apple, dan zien we de omzet echt pieken. Vervolgens komen er meestal drie kwartalen die een stuk minder zijn. Je ziet hier een beetje 90 miljard, gevolgd door zo'n drie kwartalen van 60 miljard. Weer een stijging. We zien wel dat die dalingen niet zo diep zijn um, als voorheen. We zien dat het tweede kwartaal vaak ook weer net wat beter is, maar wel duidelijk een trend. En wat we ook zien op deze manier is bijvoorbeeld iPhone. Een heel groot gedeelte van de omzet die wordt, uh, is, ja, die komt vanuit de iPhone verkoop. Maar ook dat wordt steeds. Een groter bedrag, ik weet niet of het procentueel gezien groter wordt, dat gaan we zo bekijken. Maar het totaalbedrag in ieder geval, hoeveel miljard er wordt verdiend aan omzet in ieder geval van iPhones, die groeit. Ook duidelijk te zien bijvoorbeeld de services, het groene, dat dat langzaamaan ieder kwartaal wel een beetje groei laat zien. Dat het nu in ieder geval weer een stukje meer is dan een paar jaar geleden bijvoorbeeld. Dat kunnen we bijvoorbeeld veel beter zien in deze twee uh, grafieken. Hier hebben we de negende maand uh, van 2019. Dit is dan het derde kwartaal van 2019, de omzet in totaal 64 miljard. Kijken we op dat moment, was iets meer dan de helft, kwam vanuit iPhones, zo'n 11% vanuit de Mac. Services was goed voor zo'n 1 vijfde. Kijken we drie jaar later, de laatste kwartaaldata die we hebben, inmiddels zien we dat de omzet van zo'n 64 miljard is toegenomen naar 90 miljard. Dus bijna de helft groter dat het is. En we zien dat iPhone niet meer boven die 50 zit, maar juist net eronder. Dus Apple is minder afhankelijk geworden, zou je kunnen zeggen, van de iPhone. Waar komt dan die andere groei vandaan? Nou, eigenlijk in alle segmenten. We zien de Mac van 11 naar 13 procent gaan in dat kwartaal. De services naar 21 procent. En ook bijvoorbeeld de wearables of de iPad, daar komt net een procent meer omzet vandaan. In ieder geval in het derde kwartaal van dit jaar vergeleken met drie jaar geleden. Dus we zien een klein beetje verschuiving. Aan de ene kant een goed teken, want Apple is minder afhankelijk dus van hun iPhones. En aan de andere kant zeker iets om op te letten is dat andere productgroepen, omzetgroepen misschien wel winstgevender zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Mac, een computer die veel duurder is, waar veel meer winst gemaakt wordt misschien wel. Of services, waar juist de netto winstmarge waarschijnlijk veel hoger ligt dan bij producten. Een service, een dienst. Um, een abonnement is natuurlijk relatief goedkoop om dat nog een keer te verkopen in plaats van een iPhone. Dan moet je echt een product gaan produceren. Dus dit soort dingen zijn wel interessant. En zeker bij services neemt dat toe. Dan zorgt dat waarschijnlijk ook voor uh, hardere winstgroei. Maar laten we nu verder het aandeel gaan analyseren. En dat doen we natuurlijk via beleggertools, beleggertools.com in dit geval. Er is op dit moment nog een actie. 20% korting als je gebruik maakt van de kortingscode welkom. Welkom met een c. En meer informatie daarover vind je onder deze video. De aanbieding is nog vandaag nog geldig tot middernacht. Dus maak daar zeker nog gebruik van. Als we in gaan loggen naar het dashboard. En in dit geval even naar de watchlist gaan. Omdat Apple een aandeel is dat ik al op mijn watchlist heb staan. Hier zien we het, het aandeel Apple. Ik wil een melding ontvangen als die onder de 100 dollar komt de koers. Op dit moment is de koers zo bijna 150 dollar. Dus dat duurt nog wel even. Het is ook zo, deze analyse, deze... Um, dit bedrag heb ik een tijdje geleden berekend. Dus misschien is het juist wel weer goed om dat opnieuw te doen. Ga ik binnenkort ook toevoegen dat je hier nog een datum ziet van wanneer heb ik dit berekend? En is het misschien dan wel weer tijd om een keer de waardering opnieuw te maken? Maar kijken we naar het aandeel Apple. Dan gaan we natuurlijk eerst naar het overzicht. De beurswaarde: 2350 miljard. Apple heeft ook wat beurswaarde verloren, want het was het eerste bedrijf vorig jaar dat door de 3000 miljard ging. Inmiddels dus. Uh, een goede 700 miljard minder. Kijken we naar het koersverloop. Op dit moment, dus zo rond de 148 dollar. Ligt een beetje in het midden van het koersverloop van het afgelopen jaar. Het heeft bijna op 130, iets lager dan 130 gestaan. En de top van de laatste 52 weken was zo rond de 183 dollar. Kijken we naar de marges. Die zijn erg goed. Zeker voor een bedrijf dat ook echt producten produceert. Misschien we ooit wel betere marges, dan is dat vaak. Ja, niet met producten, maar vaak met diensten of services. Die heeft Apple ook, maar dat is maar een klein gedeelte dus. In ieder geval 43% bruto marge en 30% netto marge. Laten we vooral even naar de checklist gaan kijken om een wat beter beeld te krijgen. We zien eigenlijk meteen dat er heel veel groene dingen zijn. Dus heel veel is goed wat betreft het aandeel. Twee dingen wat minder. Dat is de P.E. ratio en de price to free cash flow ratio. Deze zou ik wat lager willen zien. Ik heb ingesteld op onder de 20% daar zitten ze net boven. Um, aan de andere kant hoeft het niet per se slecht te zijn. Zeker als je kijkt naar de rest van de cijfers. Het is een bedrijf wat de omzet hard weet laten groeien. Wat heel winstgevend is. We zoeken naar bedrijven met meer dan 10% netto winst. Apple heeft 25%. De return on invested capital 60% maar liefst. Ook heel weinig schuld. Of schuld die makkelijk af te betalen is in ieder geval. Dus dit soort dingen zouden ervoor kunnen betekenen dat misschien iets meer, iets vaker de multiple willen betalen? Of in ieder geval dat ook de markt bereid is om vaker de multiple, vaker de winst te betalen voor dit aandeel? Juist omdat het zo goed presteert. Laten we die cijfers ook iets beter gaan bekijken. En dat doen we bij financieel. En dan krijgen we ten eerste de jaarcijfers van die uh, resultatenrekening. Dan zien we eigenlijk als we beginnen bovenaan bij de omzet van zo'n 170 miljard, een goede 10 jaar geleden, naar nu zo'n bijna 400 miljard. Dus meer dan verdubbeld is de omzet. Dat zien we ook sommige jaren echt heel hard gegroeid? Bijna 30 procent. Ook wat jaren dat het wat minder gaat, zoals 2016, 2019, in de corona-jaren eigenlijk juist. Dit was niet eens zo heel slecht. Vorig jaar juist heel erg geprofiteerd. Dus we zien wel een beetje verschillen, maar over de hele lijn gaat het dus heel goed met de omzet in ieder geval. De bruto winstmarge zien we ook van. Achteraan in de 30%, langzaam een beetje stijgen naar boven, net in de 40%. Dus ook daar zien we verbeteringen. Gaan we verder naar beneden, wat opvalt, zijn de rentelasten. Daar komen we straks trouwens ook nog even op. We zien in ieder geval dat voorheen Apple heel weinig rentelasten had. Ze hadden toen een hele grote cashpositie. Inmiddels is dat veranderd. Ze lenen wat geld. Um, en daar wordt natuurlijk rente over betaald. Hoeft niet per se slecht te zijn. Zeker bij deze percentages is dat niet zo. Maar wel iets om in de gaten te houden. Kijken we naar de netto-winst. We zagen net de omzet iets meer dan verdubbelen. De netto-winst is bijna keer 3 gegaan. Van zo'n 37 miljard naar bijna 100 miljard afgelopen jaar. Uiteindelijk zien we dat er ook terugkomen onderaan bij de netto-winstmarge. Was die voorheen zo onderaan in de 21. Is die door de jaren heen langzaamaan een beetje omhoog gegaan naar 22. En nu juist eigenlijk de laatste twee jaar... Ligt die rond de 25 of 26 procent? Ook zeker informatie die we mee kunnen nemen als we zo meteen een waardering gaan maken. Gaan we dan weer naar boven en gaan we kijken naar de grafieken. Om wat bepaalde informatie even duidelijk te krijgen. Een beter inzicht. Kijken naar de koers. Nou, dan zien we wel een hele harde stijging. Een flinke stijging eigenlijk. Het lijkt je bijna vlak te liggen, maar vanaf 2005 is het omgerekend van een dollar, dus nu naar die 150 gegaan. Gaan we achter inzoomen en pakken we een beetje 2019 tot nu. Dan zien we hier duidelijk. In eind 2018 was er nog een correctie op de beurs. Hier zien we duidelijk de correctie van corona. Van net voor die tijd richting de 80 dollar naar nou uiteindelijk zo'n 55 dollar eh, rond 12, 20 maart in 2020. Een beetje dieptepunt. Dus vanaf die tijd is het eigenlijk wel bijna keer 4 gegaan en nu nog steeds altijd keer 3. Dingen, dus om rekening mee te houden dat de laatste tijd het aandeel al flink is gestegen in de koers betreft. Kijken we naar de P.E. ratio, dan zien we hier een gemiddelde van de laatste, ja, eigenlijk sinds 2007, gemiddeld 18. Er zijn wat momenten dat het veel hoger ligt. Ook een hele lange tijd dat het vooral eigenlijk ieder kwartaal de P.E. ratio eronder lag. En nu juist eigenlijk sinds die tijd van corona dat het juist weer omhoog is gegaan. We zagen natuurlijk de winstgevendheid, de omzet flink toenemen. maar De waardering is zeker ook toegenomen. Als we gaan kijken naar die, beetje die onderste dingen, dan ligt het rond de 9 of rond de 10. Een beetje die middelste rond de 14 en het gemiddelde, dus rond de 18. Dus dat is ook informatie die we straks mee kunnen nemen in de berekening. De omzet, die hebben we straks eigenlijk al behandeld in het begin van deze video. Maar hier zien we op de iets langere termijn. En eigenlijk vanaf de introductie van de iPhone, dat zag je al echt dat Apple weer een hele nieuwe periode, een heel nieuw tijdperk is ingegaan. Dat zien we hier ook duidelijk terugkomen. De netto-winst nog uitgespecificeerd, maar vooral de marges. We zien hier eigenlijk het gemiddelde. Bruto marge van 39% over al die jaren sinds uh, 2007 in dit geval. En eigenlijk sinds die coronaperiode ook juist hebben ze de marges weten te verbeteren. Of ze dat vol kunnen houden, nou, het lijkt een klein beetje weer een daling te komen. Maar het ziet er op zich wel goed uit. Kijken we iets verder naar beneden, dan zien we de cashflow. Altijd interessant om te bekijken is dat ze relatief, of niet eens relatief, gewoon überhaupt veel cashflow hebben. Op sommige momenten gaat dat inderdaad hier in De 44, 45 miljard, terwijl tegelijkertijd maar 3 miljard tussen haakjes aan capital expenditures wordt uitgegeven. Oftewel, ze hebben heel veel geld dat er binnenkomt, heel winstgevend en ze hoeven niet per se heel veel geld te investeren om het bedrijf draaiende te houden. En waar we het eerder al over hadden, de cashpositie. We zagen de rentelasten toenemen, nou dat zien we duidelijk in deze grafiek. De cashpositie piekte eigenlijk in 2017, toen hadden ze bijna 300 miljard aan cash. Door de jaren heen is die positie wel weer een stuk afgenomen naar uiteindelijk nu zo'n 170 miljard. En kijken we naar het rode, naar de debt, de schuld, dan zien we dat die juist door de jaren heen is toegenomen. Um, uiteindelijk betekent dat het verschil tussen schuld en um, de cashpositie die ze hebben, dat is de net cashpositie. En die gaat nu een beetje richting 0. Dus we zien een duidelijke verandering in hoe Apple omgaat met zijn geld. Um, of ze dat kunnen investeren, of ze dat misschien gebruiken om dividend uit te betalen of aandelen op te kopen. En daarover gesproken laten we dan kijken naar het management. Dan kunnen we ten eerste zien wat het management zelf doet. Kopen ze of verkopen ze aandelen. Nou, we zien hier de CFO, andere um, belangrijke mensen van het management eigenlijk allemaal voor grote bedragen verkopen rond een koers van 140 tot 160 dollar. Ook een paar maanden geleden nog zien we um, heel veel bedragen en vooral. Heel veel verkopen staan. Dus het management zelf is in ieder geval nu bezig met aandelen verkopen. En zeker niet met aandelen kopen. Of dat bepaalde redenen heeft, dat weet ik niet. Maar vaak is het zo, kopen doe je voor één reden, omdat je denkt dat het meer waard wordt. Verkopen kan om heel veel redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze belasting moeten betalen over hun inkomen. Of juist omdat de positie meer waard is geworden. Dat ze weer spreiding willen in hun portfolio. Maar kijken we dan naar de aandelen inkoop. We zagen net als dus al dat hun cashpositie flink is afgenomen. En hier zien we eigenlijk het aantal uitstaande aandelen. Um, piekte in 2013 26 miljard aandelen als op, de, op dat moment. Bij een koers van 15 dollar. En af, vanaf dat moment hebben ze eigenlijk ieder kwartaal weer wat aandelen teruggekocht. Dat is natuurlijk positief aan de ene kant voor aandeelhouders. De winst wordt, die neemt toe, zagen we juist al. En die, um, het aantal aandelen neemt af. Dus meer winst wordt verdeeld over minder aandelen. Maar dat gaat onder andere dus wel ten koste van de cashpositie die ze hadden. En dan komen we daarmee aan bij de, het waarderen van dit aandeel. We gaan even kijken op basis van de laatste 12 maanden een omzet van bijna 400 miljard. Gaan we kijken naar de omzetgroei voor de komende jaren. Analisten verwachten een gemiddelde van ongeveer 3%. Dus ik zeg 2, 3 of 4% groei voor de komende 5 jaar is dit. De netto winstmarge. We zagen al dat die langzaam aan het verbeteren is. Dat nu zo richting de 26 gaat. En daarom wil ik in dit geval ook een beetje uitgaan dat het door die tijd nog een beetje verbeterd kan worden. 23, 25 en 27 procent. We zien dat de cashflow marge iets beter is dan de netto winstmarge. 24, 26 en 28 procent. Geplaatste aandelen. Ze kopen dus aandelen op. Nog steeds. Um, al is het misschien niet zo interessant bij hoge koersen. Maar het is wel een manier om aandeelhouders te belonen. Ik denk dat ze hier ook wel mee door zullen gaan. Ik denk dat ze in het slechtste geval 1% van de aandelen opkopen. In het base case 2%. Of in de bull case 3% per jaar. Dividendgroei. Zien we wat groei, zal uiteindelijk afnemen. Omdat het natuurlijk een groter bedrag minder hard zal groeien uiteindelijk. Um, daarom gaan we uit van 2, 4 of 6% per jaar. Dan natuurlijk de belangrijke pe ratio We zien hier op dit moment zo rond de 24. We zagen straks een gemiddelde van 18. Op sommige momenten 10%. Dus het is een beetje afwachten. Het is nu in ieder geval zo dat er meer wordt betaald voor de winst, maar het gemiddelde ligt lager. En daarom zou ik zeggen 10, 14 of 18 uiteindelijk voor de bookcase. In ieder geval dat is het gemiddelde van de laatste tijd. Dat zou ik eventueel willen betalen voor het aandeel als het ook aan al die verwachtingen voldoet. En eigenlijk moet je ook niet heel uitgaan van um, heel hoge PI's. Want aan de ene kant het is het wel heel winstgevend, maar in ieder geval omzetgroei lijkt er in ieder geval de komende vijf jaar niet echt in te zitten als je naar analisten kijkt. Na die tijd gaan we gewoon uit van 3%. Dat is een beetje het gemiddelde waarmee de economie groeit. Gaan we dan kijken naar analyseer, scrollen we naar beneden. En dan zien we dat in de base case tussen de 70 en 100 dollar zeg maar zit. In de bullcase 110, 120. Dus we zouden kunnen zeggen, in ieder geval ziet het er nu niet uit. Dat het niet interessant is, zeker niet als we de 10% gewenst rendement willen behalen. Wat waarschijnlijk wel een aandeel wat interessant is voor de wat langere termijn, als het de keer een juiste koers aantikt. En daarom wil ik in dit geval toe gaan voegen aan de watchlist. Dat zet ik op dit moment 105. Als die daaronder komt, dan wil ik een melding ontvangen. Heb ik nog wat tijd om het te analyseren? Het is een beetje nutteloos, denk ik, om twee um, watchlists. Items bedragen te hebben die ook heel dicht bij elkaar zitten. Dus laten we de oude gaan verwijderen. Verwijderen. En dan is je nu bijgewerkt. Staat je op 105 dollar. Dat is in ieder geval een koers die ik interessant vind om te gaan kijken. Ga ik het opnieuw onderzoeken en dan een beslissing nemen om wel of juist niet te investeren? Maar dit is dus mijn analyse van het aandeel, mijn waardering voor het aandeel op basis van mijn verwachtingen en de input van analisten. Laat ik vooral weten wat jij denkt van het aandeel Apple en doe dat via de reacties onder deze video. En laat daar ook zeker weten welk aandeel jij in een volgende video voorbij wilt zien komen. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vergeet ook niet om te abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.